We zijn al 4 dagen bezig voor een grote campagne voor Blokker. Elke speelster van de dames zelf was 3D ingescand. Daar hebben ze poppetjes van gemaakt. En die kan je dan sparen. Ja, die gaan het WK spelen in Frankrijk. Dus die poppetjes zijn erg gewild en die kunnen we hier krijgen bij de Blokker. Doe het goed hoor. Alsjeblieft. Janice, die heb ik nog niet. Goed hè, die meiden. We zijn hier op het KNVB Sportcentrum. We hebben net de eerste delen voor de blokkershoot hebben opgenomen. Volgens mij gingen we nog een balletje trappen. Dus ja, ik ga het wel zien. Nou, bij de blokkershoot hebben we vandaag ook eens in de kleedkamer gezeten. Het was de rust en daarna hebben we ook nog gezongen met z'n allen. Ik heb een liedje gemaakt dat heet Wij zijn Nederland en dat gaat over het wijgevoel bij evenementen waar Nederland aan meedoet. Kijk, en dit is natuurlijk met de Oranje Vrouwen de allermooiste kick-off die je kan wensen. En dan zitten ze ook allemaal nog in de commercial. Ja, dat maakt het helemaal af. Ja, het is een feestliedje, dus we gaan er vanuit dat ze wereldkampioen worden, dus we maken er wel een feestliedje van. Wij zijn de jongens en de meiden, wij zullen altijd samen strijden. Wij staan zij aan zij. Jij hebt geen kinderen, geef mij gewoon die, want ik weet hoe dat gaat straks. Ja, ik ga ze zeker allemaal sparen, dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik ze allemaal te pakken krijg. We hebben veel te veel materiaal, maar we hebben zulke mooie dingen gedaan dat ik denk dat het heel erg spectaculair en heel erg mooi gaat worden. Blokker heeft het in huis. Hoi.